money, money, money. Ik kan niet zonder. Werken in een bar, werken met mijn var, werken in het dark. Laat me komen, laat me stromen, ben een bron als Qatar. Instagram wie ik ben, word wakker met gedachten dat ik niet bij machten ben. Mijn wezen is een geest, veel meer dan paardjes waar wij in geloven. Vrouw zijn, vrouw zijn, vrouw zijn van mijzelf, niet van jou zijn. Soms ben ik ongelukkig, mam of alles stuk. Wat nee, ga toch niet met die gast in zee. Soms denk ik ben gekomen om te schrijven in levende lijven te ervaren. Wilde mij als vrouw erbij, toch een steeds betrouwd zijn. En elke keer dat het gebeurt, kies ik weer met hun ogen, loop voorover gebogen. Elke keer alsof het danst, alsof alles als een bunker is, waar vuur achter de muren brandt. Ik heb je niet nodig, nee, het lijkt me overbodig om te zeggen, maar ik heb je niet nodig. Wat, ik heb je niet nodig, nee, ik heb je niet nodig. Ik heb je niet nodig, hey, hey, het lijkt me overbodig. Zeg maar, ik heb je niet nodig. Ik heb je niet nodig. Ik heb je niet nodig. 20, kon mij niet meer bewegen. Dus moest dan naar een fysio. Domme doos, hoekeloos, je doet het zelf. Overgeven, wordt overleven. BH moet uit, sta daar maar, staat maar aan. Raak maar aan, laat maar gaan. Niet in staat mijn maten aan te geven. Steeds te trekken, bek open te trekken. Als voyeur, kijk naar een film waarin ik zelf mis. Veel mensen die je niet geloven. Handen boven over, mensen die gedogen, ongehoorde betogen. Mam, hoe heb je het zelf dan gedaan? Soms ben ik bang dat ik te fel ben, dat ik ruil misschien verdrietig om te moeten rennen. Maar ik heb me kunnen als benzine en ik weet toch wie ik ben. Ik weet toch wie ik ben, ik heb je niet nodig. Hey, hey, het lijkt me overbodig om te zeggen, maar ik heb je niet nodig. Wat, ik heb je niet nodig, hey, ik heb je niet nodig. Ik heb je niet nodig. Het lijkt me overbodig om te zeggen, maar ik heb je niet nodig. Ik heb je niet nodig. Ik heb je niet nodig. Liever deze gedachtes niet, liever me niet laten leiden, maar mezelf bevrijden. Liever geen angst, maar angsten om gezien te blijven. Niet punten genoeg te schrijven. Liever deze gedachtes niet, liever me niet laten leiden, maar mezelf bevrijden. Liever geen angst, maar angsten om gezien te blijven. Niet punten genoeg te schrijven. Soms ben ik bang dat ik de bunker en het vuur ben. Ben alles zelf, ben mijn elf in mijn nieuwe jas als een slaapzak. Twik ze met mezelf, angst dat ik nooit zal schreeuwen. Dat ik jou niet nodig heb, terwijl ik jou wel nodig heb. Angst dat we achteruit bewegen, dat daadkracht en falen opsplitsen. Dat ik denk, beter doodgaan en slapen, want dan slaat de 1000 aangeboren angsten uit het leven verjaagd. Zussen, ondertussen, ik heb mijn jas nog aan, ook als ik niet naar buiten ga. En ik denk, ik heb je niet nodig, ik heb je niet nodig, ik heb je niet nodig. Het lijkt me overbodig om te zeggen, maar ik heb je niet nodig. Ik heb je niet nodig, ik heb je niet nodig. Ik heb je niet nodig. Hey, het lijkt me overbodig om te zeggen, maar ik heb je niet nodig. En ik heb je niet nodig, ik heb je niet nodig. Papa, Eva van Manen. Goedenavond allemaal. Welkom in de balie. Ook de mensen die misschien thuis meekijken via de livestream. Mijn naam is Marlijn Geurts. Ik ben programmamaker bij de balie. En ook namens uitgeverij Prometheus, met wie we deze avond hebben georganiseerd, heet ik u van harte welkom. Ik denk dat jullie er niet onderuit kwamen, dat jullie niet hebben kunnen missen dat er een nieuw boek uit is van Margaret Atwood. Dat was vrij onmogelijk volgens mij. Sinds gisteren ligt in de winkel De Testamenten, De Testament. Het lang verwachte vervolg op The Handmaid's Tale, die Margaret Atwood in 1985 schreef. En die toen al heel veel werd gelezen, maar eigenlijk echt alle records verbrak in 2017. Toen de serie werd verfilmd als serie en iedereen op de televisie het ook mee ging kijken. Vanaf dat moment werd Atwood eigenlijk gezien als de profeet van de dystopie. Ze werd een feministisch icoon geclaimd. Mensen gingen in outfits de straat op uit The Handmaid's Tale. Kortom, ze was wereld en wereldberoemd.
op het moment dat zij de Handmaid's Tale is gaan schrijven, toen waren er eigenlijk meteen mensen die zeiden, ik wil een vervolg lezen. Gaat dat alsjeblieft schrijven, want ik wil weten hoe het afloopt met het hoofdpersonage Offred, de dienstmaagd die centraal staat in dat boek. En Edward heeft eigenlijk jarenlang gezegd, nee, dat ga ik niet doen, ik ga het verhaal niet verder schrijven. Maar in begin 2017, ze zegt zelfs dat dat ongeveer tegelijkertijdig was met Trump die het Witte Huis betrad als nieuwe president van de Verenigde Staten. Toen besloot ze toch, ik ga dat vervolgens schrijven. En dat is sinds gisteren te lezen. Van maandag op dinsdag waren er over de wereld allemaal boekenwinkels waar je het boek als voorpublicatie kon krijgen. En er stonden allemaal rijen dik, mensen ook weer in outfits. Het boek werd gisteravond gelanceerd in de National Theater, waar een groot event was met Margaret Atwood zelf, waarin ze werd geïnterviewd. En dat was alleen niet daar te zien, het was ook op 1300 andere plekken wereldwijd te zien, waar het gelivestreamd werd in allerlei bioscopen. En ook hier in Amsterdam in het Tuschinski. Het boek is, voordat het überhaupt gepubliceerd werd, werd het al op de shortlist gezet voor de Man Booker Prize. Het is kortom, het is een vrouw van 79 jaar die een literaire sensatie is. En ik zelf moest soms een beetje denken aan het nieuwe Harry Potter boek dat jaren geleden uitkwam. Zo'n grote bus was er om ontstaan. Ik was even benieuwd, wie was er gisteren in Tuschinski toevallig? Nou, één persoon. Nou, dat valt me enorm mee. Wie heeft The Handmaid's Tale gelezen? Ja, dat wel. En zijn er ook mensen die The Handmaid's Tale alleen als serie hebben gezien, maar niet het boek hebben gelezen? Ja, dat zijn er ook een paar. In elk geval, ik dacht, misschien zijn er heel veel mensen naar Tuschinski geweest. Dat valt gelukkig wel mee. We gaan die avond niet herhalen. Al had ik natuurlijk dolgraag Margaret Atwood in de zaal hier gehad. Maar volgens mij heb ik begrepen dat ze zegt dat ze te oud is om te reizen en dat ze dat niet meer doet. Dus ik denk dat dat niet meer gaat lukken. En ik zal jullie ook waarschuwen, we gaan geen spoilers van het nieuwe boek geven. Want ik denk dat de meeste mensen hem nog niet hebben gelezen. Of je moet echt de hele nacht hebben doorgehaald om hem uit te lezen. Maar wat we wel leuk vonden is dat we dachten, deze publicatie van dat vervolg is wel een mooie gelegenheid om eens in dat werk van Atwood te duiken. Waarom is haar kracht, wat is de kracht van haar speculatieve fictie? Waarom wordt zij zo omarmd door een nieuwe generatie feministen? En hoe verschilt dat misschien met toen het boek uitkwam? Over dit soort vragen gaan we het hebben met twee schrijvers en ook Atwood-liefhebbers, Marja Pruijs en Ellen Dekwits. En die hebben ook alle twee een speciaal verhaal voor vanavond geschreven. En ook gaan we tijdens het programma veel luisteren naar literatuur, theater en muziek geïnspireerd op het werk van Atwood. Wat ik zelf leuk vind is dat Atwood op haar Twitter-feed, die door heel veel mensen wordt gevolgd, dat ze niet alleen over zichzelf schrijft, maar dat ze ook heel vaak nieuw werk van jonge schrijvers tipt. Dus het leek me mooi om dat vanavond ook te gaan doen. Ik ben in de Nederlandse kunst op zoek gegaan naar mensen waarvan ik dacht, nou daar zie ik wel een link met Atwood. En daar zullen we vanavond een aantal mensen van horen. En zo hoop ik dat we een soort avond maken in de geest van Atwood, waar ze misschien zelf ook wel bij had willen zijn en nieuwe talenten had willen ontdekken. U hoorde net al muziek van Eva van Manen. Ze is zangeres, muzikant en producer. En ze zong een nummer uit haar debuutalbum Politiek en Liefde, waarmee ze dit najaar in de theater staat. We zullen haar vanavond nog een keertje horen. En we sluiten vanavond ook af met een scène uit het nieuwe werk van schrijver Hanna van Wieringen. We hebben kortom een heel vol en druk programma. Dus ik denk dat we snel moeten gaan beginnen. We gaan luisteren naar Marja Pruijs. Ze is columnist, schrijver, ze schrijft veel voor de Groene Amsterdammer, veel over literatuur, heeft meerdere romans op haar naam staan en ze stelde dit jaar de nieuwe feministische leeslijst samen. En ze schreef vanavond over Margaret Atwood. Ik geef haar graag het woord. Goedenavond. Ja, ze blijft natuurlijk verbazingwekkend, Margaret Atwood. Ik dacht eigenlijk dat ik het nu al zo'n beetje wist met haar. Met haar schrijverschap en haar feminisme, haar gevoel voor humor. Maar ik merkte dat ik afgelopen weekend toch ook weer met verbazing het interview met haar in de Volkskrant las. U vast ook. Moet u zich even proberen voor te stellen, en ik ga nu even heel seksistisch redeneren, dat een mannelijk auteur omkleed zou worden met de profetenstatus die haar ten deel is gevallen. Probeer u voor te stellen hoe deze auteur zou schrijden richting kansel, hoe hij zijn stem zou laten galmen, hoe hij niet meer stil te krijgen zou zijn, met hoeveel genoegen hij ons schaapjes om de oren zou willen slaan met zijn visionaire voorstellingen, zijn verklaringen, zijn uitleg van hoe de wereld in elkaar zit en waarom.
eerlijk gezegd weet ik zelf nog hoe teleurgesteld ik was toen ik haar zag optreden in het West-Indische Huis hier in Amsterdam in 1994. Toen ze te gast was van het John Adams Institute ter gelegenheid van het verschijnen van haar roman The Rubber Bride. Wat mijn probleem was, ik vond haar te plat en te goedlachs. Was er eindelijk eens een vrouwelijk schrijver die in haar werk op geen enkele manier voorspelbaar was, die iedere verwachting of vooroordeel intelligent en superieur ontsteeg, bleek ze in werkelijkheid iemand die iedere vraag weglachte en op geen enkele manier zin leek te hebben ook maar iets van haar intenties of thematiek toe te lichten. Ik vond haar flauw en las The Rubber Bride, dat ik nog wel heb laten signeren natuurlijk, voor straf pas een jaar later. Dat zal ze gevoeld hebben. Misschien is het een leeftijdding, bedenk ik nu, zoveel jaar later. Zij had toen zo'n beetje de leeftijd die ik nu heb. En zelf was ik begin 30. Ik had behoefte aan een leidsvrouw. En die rol wilde ze op geen enkele manier op zich nemen. Zoveel was duidelijk. In die zin is er niet veel veranderd als je dat interview in de Volkskrant leest. Ze is uiterst spaarzaam met haar woorden. En er een absolute meester in om grote uitspraken te vermijden. Ik moest er nu zelf hardop om lachen toen ik las hoe ze reageerde op het voorzetje van de interviewer, Margriet Oosveen, die op zeker moment opmerkt: ik wandelde zojuist dwars door Hyde Park naar u toe. Aan de overkant van het park zitten nu opvallend veel vrouwen in niqab, in de schaduw. Zegt Edward: het is kennelijk vakantietijd. Oosveen gaat er nog even ijzeren heinig op door, maar Edward laat zich niets ontlokken. Of het nu gaat om wat vrouwen wel of niet moeten dragen, of over schrijvers die in deze tijd minder over zichzelf zouden moeten schrijven, meer moed zouden moeten hebben om de samenleving te onderzoeken. Ze zegt het gewoon niet. Laat ik het zo zeggen. Edward is wars van ieder moeten, voorschrijven, script, heilsideaal. Vraag je aan haar of ze feminist is, dan zal ze eerst aan je vragen of je misschien nog een nootje wil. Om dan, als je haar niet met rust laat, een wedervraag te stellen. Wat bedoel je met feminisme? Het is bijna ironisch te noemen wat er met haar gebeurt. De vlucht die haar leven en schrijven heeft genomen. De honger waarmee op haar wordt gewacht. Nou ja, zoals we net al een beetje zagen, het was echt een bizar spektakel, die presentatie van het testament. Iedereen was er, pers, sterren, publiek. En ze vergaapten zich allemaal aan die acteurs waar we net ook het plaatje van zagen, die in de bekende of in de zilveren uitdossing of in de bekende rode handmade uitdossing programmaboekjes uitdeelden. Misschien, denk ik, is de grootste profeet wel de weerspannige profeet. Zij die met tegenzin lijkt te spreken. Op mijn exemplaar van de Handmaid's Tale, gekocht bij Uitkomen in 1985, staat als aanbeveling dat het een funny boek is. Nu vond ik het op geen enkele manier grappig, al was het maar omdat ik het las toen ik zwanger was en bevestigd werd in mijn angst in niet veel meer te zijn getransformeerd dan in een broedmachine. Dit waren de donkere jaren 80, waarin alles wat zweemde naar leuk en mooi gewantrouwd werd. Waarin ik gewoon geen idee had hoe ik én een leven en een kind zou kunnen hebben. Waarin tijdens de heksennachten, waarin wij vrouwen de straat terug eisten, niet alleen de ruiten van Christine Leduc, maar ook die van prenatal aan diggelen gingen. How do you feel about the fact that the... Wat? Ze spreekt tot mij. Misschien moeten we even stil zijn. Oké, prenatal dus en Christine Leduc, arme prenatal. Porno en roze droom, onder de algehele noemer van seksueel geweld, kwamen die opeens in elkaars verlengde te liggen. Wat natuurlijk inmiddels toch echt wel funny is, is in a way dat Atwood, die ongrijpbare, sardonische schrijfster, die zich in haar werk op heeft toegelegd vrouwen te tonen in heel hun complexiteit en menselijkheid, lees slechtigheid, juist haar twijfel aan en kritiek op het feministisch activisme van haar tijd heel slinks verwerkte in The Handmaid's Tale. Een twijfel die overigens wederzijds was, gezien Edwards voorliefde voor vrouwelijke moordzucht, destructie en jaloezie, die haar door feministen destijds niet echt in dank werd afgenomen. In The Handmaid's Tale roept ze een maatschappij in het leven waarin puriteinen het voor het zeggen krijgen en die wat bescherming van vrouwen betreft op nogal wat zaken uitkomen waar feministen destijds ook voor streden.
Het is een duidelijke lijn in de roman, waarover ik deze week weer eens intensief aan het praten was met mijn hoofdredacteur, Xandra Schutte. Zij bespreekt deze week in De Groene, even reclame maken het vervolg op De Handmaid's Tale, en had voor de zekerheid, degelijk als zij is, eerst nog maar eens De Handmaid's Tale herlezen. En wat blijkt, de roman is inderdaad toch een stuk meer funny dan de serie waar we allemaal ademloos naar hebben gekeken. Goed, voor de weinig mensen die de roman niet kennen en de serie niet, toch maar even de basale lijnen, zodat we alles weer even voor ons zien. Het verhaal in The Handmaid's Tale is van de dienstmaagd Offred. In de Nederlandse vertaling heet ze Van Fred. Ze heeft geen eigen naam, ze is Van Fred. Die na een staatsgreep in de VS door de zogenaamde zonen van Jacob van haar dochtertjes beroofd en nu als dienstmaagd inwoont bij bevelvoerder Fred Waterford en zijn echtgenoten in de theocratische dictatuur Gilead. Vrouwen zijn opgedeeld in stangen en rangen. Naast de dienstmaagden en de echtgenotes heb je de Martha's, oftewel de huishoudsters. En dan heb je ook nog de econovrouwen, vrouwen van armere mannen, de onvrouwen, nutteloze vrouwen die verbannen worden naar de koloniën waar ze dwangarbeid verrichten, en de tantes, vrouwen die de baas zijn van het vrouwendomein. In Gilead worden door zware milieuvervuiling te weinig kinderen geboren. Als vrouwen al kinderen krijgen, zijn het vaak onbabies, doodgeboren of misvormd. Offred moet de bevelhebber van nageslacht voorzien. Daartoe moet ze zich maandelijks, als ze vruchtbaar is, onderwerpen aan de ceremonie. Een soort dubbele bevruchting waarbij zij op de schoot van de echtgenoten moet liggen, rode rok opgeschort tot aan haar middel, terwijl de bevelvoerder haar entert. Wij zijn wandelende baarmoeders, denkt Offred. Dat is alles, heilige vaten, verplaatsbare kelken. Als je de roman leest, voel je het duivelse plezier dat Edward beleefd moet hebben bij het uittekenen van haar oudtestamentische dictatuur. Ze liet zich destijds inspireren, behalve door de sfeer van de Koude Oorlog die ze ervoer toen ze begon met schrijven tijdens haar verblijf in Berlijn, met die voortdurende aanwezigheid van de muur, door allerlei gebeurtenissen in heden en verleden. Het slot van het boek schreef ze overigens in Alabama, waar ze werd gewaarschuwd dat ze zich niet per fiets moest vervoeren, want dan zouden mensen denken dat ze communistisch was en haar van haar sokken rijden. Voor dat idee dat de staat vruchtbare vrouwen dwingt als dienstmaagd te baren voor de heersende klasse, verplaatste ze het bekende Bijbelverhaal van Rachel, vrouw van Jacob, naar de toekomst. Rachel kan geen kinderen krijgen en bedenkt dat haar slavin Bilha dat voor haar kan doen. Ze zegt tegen Jacob, hier is mijn slavin, kom tot haar en zij baren op mijn knieën, opdat ook ik uit haar gebouwd worde. Daarnaast had ze dus gebeurtenissen uit de wereld toen en nu, waarvan ze een knipselarchief aanlegde, begin jaren 80. Ze had zich voorgenomen dat ze niets in de roman zou opnemen dat zich niet ergens reëel had voorgedaan uit behoefte aan geloofwaardigheid, maar ook uit angst voor moralisme, dat toch al op de loer ligt bij dit genre. Er is dus nogal wat ijselijks dat samenkomt in het denkbeeldige Gilead. Zedelijkheidswetgeving die vrouwen in het geheel moet houden, strikte kledingvoorschriften, het monopolie van de staat over de vrouwelijke vruchtbaarheid, het gedwongen afstaan van kinderen, slavernij, groepsexecuties, boekverbrandingen, polygamie. Edward liet zich inspireren door het Lebensborn-programma van de SS, de kinderroof door de Argentijnse generaals, de vrouwenverkrachtingen in de Trojaanse oorlogen, het Roemenië van Ceausescu, waarin de baarmoeder aan het volk toebehoorde en niet aan de vrouw. Je gaat hiermee rijk worden, voorspelde de redacteur toen ze haar manuscript inleverde. Het boek werd destijds weliswaar genomineerd voor de Booker Prize. Het werd ook al kort erna verfilmd tot bioscoopfilm. Volgens mij door Volker Schleundorf. Maar het was absoluut niet het programmatische boek dat het nu is. De tijden waren daar niet naar. Het boek ademde de atmosfeer van de nadagen van de Koude Oorlog, het einde van de geschiedenis. In feite was het, gezien ook de kritiek op het feminisme van destijds, best een dubbelzinnige roman, zoals het grote literatuur natuurlijk betaamt. De tweede feministische golf was uitgelopen op een verbeterde strijd tegen pornografie. Ik repte er net al van en ook vonden de meeste radicalen onder ons het verkeren met mannen gelijkstaan aan heulen met je verkrachters. Ik zat toen de tijd in de redactie van een klein feministisch tijdschrift en toen ik tijdens een van onze redactiesessies
op moest biechten dat ik zwanger was, kreeg ik slechts een verwonderde reactie. Heb je een donor? In de roman is sprake van grote lingerieverbrandingen die natuurlijk lijken op de BH-verbrandingen uit de jaren 70. Aunt Lydia, de belangrijkste opvoedster van de dienstmaagden, laat hen oude pornofilms uit de jaren 70 en 80 zien, tot snufmovies aan toe, om aan te tonen hoe mannen vroeger over vrouwen dachten. Ik kan me die avondjes in het vrouwenhuis ook nog wel voor de geest halen, waarin we ons na het zien van de vreselijkste porno weer gesterkt voelden om met fakkels de straat op te gaan. Ed Wood is een pestkop, een spotlustige. Dat voel je ook in de manier waarop ze al die vrouwenpraatgroepen van destijds parodieert door bijvoorbeeld een bevalling een groepsaangelegenheid te laten zijn. Met een baarstoel in het midden waarop de echtgenote boven de dienstmaagd zit en uit alle macht meeperst. Alle dienstmaagden uit de omgeving zitten rondom en kreunen en steunen mee. Push, push. Je wilde een vrouwencultuur, roept Offred haar onder de nieuwe dictatuur verdwenen moeder, fervent feministe, toe. Nou, je hebt er één gekregen. De grote gebedsshows, het geboortemobiel waarin de dienstmaagden worden vervoerd, de reddingsbijeenkomsten, het zijn allemaal voorbeelden van Ed Wood's sardonische humor, die van de roman veel meer dan alleen een benauwende waarschuwing maken. Maar goed, de actualiteit ging met haar en haar creatie op de loop, zou je kunnen zeggen. Sinds Trump in het Witte Huis zetelt, staat de Handmaid's Tale op de bestsellerlijsten. Volgens Amazon was het de best verkochte roman in 2017. Wat in 1985 nog klonk als een toekomstroman over een patriarchale, theocratische dictatuur, dreigend, maar ook spottend, kon anno 2017 eenvoudig worden gelinkt aan het schrikbewind van IS, aan Trump, het succes van religieus rechts. In een van de eerste weken van zijn presidentschap twitterde Trump een foto van congresleden die samenkwamen om een zorgwet te veranderen. De wet zou geboortebeperking en abortussen behoorlijk beïnvloeden. Vrouwen zouden minder baas in eigen buik worden. Op de foto stonden alleen maar mannelijke politici. Het was, zoals al snel werd getwitterd, een Handmaid's Tale momentje. En die momentjes duren tot de dag van vandaag. Het feminisme is levender, sterker en alomtegenwoordiger dan ooit. En de backlash ligt navenant hard op de loer. Deze week nog een klein bericht in de Volkskrant. Op een conferentie over demografie in Boedapest presenteerde premier Viktor Orbán de oplossing om Hongarije wit en kinderrijk te houden. Vrouwen moeten meer baren om de omvolking die in zijn land plaatsvindt te keren. Zijn partijgenoot, László Kövér, deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat het krijgen van kinderen geen privébeslissing is, maar een publieke. Mensen zonder kinderen staan volgens hem aan de kant van de dood. Het is het soort bericht dat Ed Wood vast in haar knipselarchief zou hebben opgenomen. Het soort bericht dat de actualiteit van The Handmaid's Tale weer eens onderstreept. Ja, en dan natuurlijk de serie die de roman ook een nieuwe plaats in de literatuurgeschiedenis heeft gegeven en die heeft bijgedragen aan een meer eenduidige interpretatie. De serie is gitzwart, prachtig, maar gitzwart, op het pornografische af. Zo verlustigd wordt iedere gruwel uiterst realistisch uitgemeten. Ed Wood heeft altijd in interviews gezegd, niet hoezeer ze betrokken was bij de serie, maar wel hoeveel respect ze had voor de makers en dat het een kunstwerk op zich was, niet van haar hand. Ook heeft ze zich altijd op de vlakte gehouden over het feministisch gehalte van haar werk. In een nieuw voorwoord stelde ze zelf die vraag nog maar eens, omdat die zo vaak aan haar wordt gesteld. Is The Handmaid's Tale een feministische roman? Dan schrijft zij, als daarmee wordt bedoeld, een ideologisch traktaat waarin alle vrouwen heiligen zijn en of zozeer slachtoffer dat ze niet in staat zijn een morele afweging te maken, is het antwoord nee. Als er wordt bedoeld een roman waarin vrouwen mensen zijn, met het hele palet van karaktereigenschappen en gedragingen dat daarmee gepaard gaat, mensen die ook nog eens interessant en belangrijk zijn, een roman waarin de dingen die deze vrouwen overkomen van essentieel belang zijn voor de thematiek, de structuur en de plot van het boek, zeg ik ja. Zo beschouwd, en dat voegt ze er zelf ook meteen aan toe, zijn veel boeken feministisch. Ik wil geen megafoon worden voor een setje vaststaande ideeën, zegt de schrijfster. Het ergste type interviewer noemt Ed Wood Miss Message, oftewel iemand die niet haar werk neemt voor wat het is, fictie.
en er alleen maar op uit is haar uitspraken te ontlokken over issues, zodat ze neergezet kan worden als een boodschapper. Schrijvers kijken om zich heen, luidt haar adagium. En een van de dingen die je dan ziet, is dat vrouwen niet gelijk behandeld worden. Maar dat is iets anders dan de partijlijn verkondigen. Mijn personages zijn geen rolmodellen. Het lijkt erop dat dit precies is wat ze met het deze week verschenen vervolg op The Handmaid's Tale heeft willen laten zien. Het vervolg dat ze dus eigenlijk nooit echt van plan was om te schrijven, maar waartoe ze toch een ernstige eruptie kreeg. En dat, die eruptie, heeft dan toch te maken, al heb ik nogal diep moeten graven om dat via een Amerikaanse promovenda boven water te krijgen, met het ongemak dat ze voelde toen The Handmaid's Tale uitgroeide tot een feministisch manifest. Vandaar ook dat ze nooit zomaar zal zeggen in interviews dat ze een feminist is, om dit niet nog erger te maken. Helemaal oorspronkelijk schreef ze The Handmaid's Tale omdat ze een dystopie wilde creëren vanuit een vrouwelijk gezichtspunt, omdat in dystopische romans als 1984 vrouwen er zo bekaaid als bijfiguren afkomen. Maar dat is naar haar idee iets anders dan dat ze een feministische dystopie heeft willen schrijven. Atwood laat met haar nieuwe roman andermaal zien dat ze als geen ander vrouwen recht doet door ze uit te laten groeien tot duistere personages. Verbeelding staat in haar universum gelijk aan meerduidigheid. Zo denk ik nu ik her en der besprekingen van het boek lees en zie welke dimensies schijnt te geven, ik heb het boek zelf nog niet gelezen, aan met name Aunt Lydia, die een van de grondlegsters van Gilead blijkt te zijn. In The Handmaid's Tale was ze nog een van de bijfiguren, een kruising van een sadistische moederoverste en een mannenhatende feminist. In de testamenten weet je het niet, ze is wat je denkt dat ze is. Een kwaadaardige opportunist, de vast verslagleggende engel die de corruptie van het Gilead-regime documenteert, een handelaarster in smerige roddels. De lezer is aan zet, precies zoals Margaret Atwood dat graag ziet. Dank u wel. Marja, wil je vragen of je hier even wilt zitten? En ook wil ik vast uitnodigen Ellen Dekwits, dichter en schrijver, columnist voor onder andere NRC en De Morgen. Schrijft veel over literatuur en poëzie en groot Atwood liefhebber. Pak even een stoel erbij, want die staat hier ergens achter een gordijn, dacht ik. Want anders was het lelijk voor decor. Zo. En ik wilde heel even naar een filmpje die net al op een verkeerd moment inkwam. Dat is een heel kort filmpje van het event van gisteren. En daar wilde ik heel even naar laten kijken om een glimp daarvan op te laten vangen. How do you feel about the fact that the handmaid and the dress of the handmaid has been taken up as a symbol of protest, particularly in the United States, particularly around state legislatures trying to ban abortion? Well, particularly within state legislatures, in which you see a group of men in dark suits making up these laws about people who aren't them, you know, and will never be them unless we have some interesting breakthroughs. I hope it's she. Next novel. Next novel, I don't think so. Oh my goodness, what has happened? What are these feelings I am feeling? En hier waren dus in 1300 plekken wereldwijd mensen naar aan het kijken. En toen kreeg het van de uitgever doorgestuurd. En toen moest ik aan jouw verhaal denken op het begin. Dat ik dacht, ja, dat is weer een typisch voorbeeld hoe Atwood op vragen reageert. Als je er nu naar kijkt, denk je nog steeds een beetje flauw van haar? Nee, ik vind het nu eerder superieur eigenlijk. Ja, ik vond het toen heel flauw. Mm-hmm. Omdat ik toen iets anders van haar verwachtte. Maar als ik het nu zie, denk ik, zie ik ook wel haar ongemak. En ze heeft gewoon weten te dealen met dat ongemak. Ja. Ik vind het nu wel knap eigenlijk, dat ze zich daar om weet te onttrekken. En dat ze daar best wel consequent in is ook. Ja, want jij hebt het over, in je stuk had je het over één uitspraak die je dus heel moeilijk via een promovenda hebt gekregen. Ja. Kon je daar iets meer over, heb je daar meer over kunnen lezen? Of, Nou, zij heeft zo'n hele analyse gemaakt van het werk van Atwood. En zij plaatst dat heel goed in de Canadese literatuur en ook in haar al dan niet feminisme. Mm-hmm. En het was eigenlijk voor het eerst dat ze zo duidelijk inging zelf, en ze heeft haar dus ook gesproken, op gewoon het genre, de dystopie. Mm-hmm. En dat het veel meer te maken had van
dat ze Handmaid's Tale ook schreef om gewoon het genre naar zich toe te trekken. Om zich daartoe te verhouden. En dat vond ik eigenlijk een heel, ja, bijna literair technisch antwoord. Ja. Meer dan maatschappelijk of zo. Ja. En ja. Nu snap je dus eigenlijk wel dat ze dus dat als schrijver, dat feministische, nou ja, statement wat ze in haar boeken willen zien, dat ze daar de hele tijd heel ontwijkend over is. Ja, en het is ook wel, ik vind het echt wel ironisch, omdat ik dus nu opnieuw bedacht van hoe ik eerst Handmaid's Tale las. En wel voelde dat ze de spot ook dreef met feminisme. En dat is nu helemaal verdwenen. In ieder geval in de serie is dat verdwenen. En het wordt nu zo omhelst. En dat is natuurlijk ook heel aantrekkelijk. Ja. Om zo'n duidelijk en mooi en gelaagd document te hebben. Maar ja, het is ik vind het bijna jammer dat ik weet zo goed als zeker dat zij niet zo'n schrijfster is die haar memoir gaat schrijven. Maar ik denk dat ze hier toch wel haar gedachtes over heeft. En het kan ook bijna niet anders dat ze nu dan door zo'n nieuw roman te schrijven, wat ik er nu over heb gelezen, dat dit wel weer haar superieure manier is om te laten zien wat voor schrijfster zij is. En dat ze toch weer de verbeelding aan de macht wil laten zijn. En ook dat het niet zo één op één is allemaal. Ja, want snap je zelf, want je beschrijft natuurlijk zelf ook dat ze dat feministische kader, dat ze daar aan ontsnapt. Vind jij dat zelf als schrijver wel eens vervelend als mensen een bepaalde identiteit op jouw roman proberen te plakken? Of als nee, je ik vind schrijft? Het wel fijn, want het is ook wel soms heb je het gevoel van je kunt er als vrouw niet onderuit om gewoon ronduit te zeggen ik ben feminist. Mm-hmm. En ik heb er heel lang moeite mee gehad. En inmiddels sta ik wantrouwender tegenover vrouwen die niet gewoon zeggen ik ben feminist. Maar ook omdat het feminisme gewoon is veranderd. En in de jaren 80 was het echt wel een meer omschreven ideologie. En had het dus ook veel consequenties voor je dagelijkse praktijk. Terwijl ik nu denk, ik zal niet zeggen feminisme is een lifestyle geworden. Maar het is wel zo breed dat het nu bijna gelijk staat aan beschaving. Dus als je zegt ik ben feminist, dan zeg je gewoon ik neem de hand die mij wordt aangereikt. Meer ja. dan dat is het bijna niet. Ja. Ellen, wanneer las jij de Handmaid's Tale voor het eerst? God, was ik echt nog heel jong. Ik zag de humor er toen ook nog niet van in, hoor. Ik denk dat ik 17 was. En hoe las jij het toen, weet je dat nog? Nou, ik had toen een beetje een obsessie met dystopieën. Dus ik had natuurlijk, weet je, dan op die leeftijd lees je heel braaf Brave New World natuurlijk. 1984, die ene dystopische roman van Arwen Leving, End of Days, geloof ik. En ik vond het wel echt een nightmare. Want ik was in de jaren 80 was ik bezig met zindelijk worden. Ik was helemaal niet de prenatale aan het slopen, althans niet op die manier natuurlijk. En ik denk dat ik heb het op mijn nachtkastje liggen om te herlezen en ook het testament, want we gaan er een aflevering over maken. Maar ik denk dat het mij heel veel is ontgaan. En tegelijkertijd, het was wel een enorme nachtmerrie. En daar heb ik ook trouwens, ik weet niet hoe het met u zit, maar toen ik de serie keek, ik heb er echt van wakker gelegen. Ik vond het afschuwelijk. Ik heb er ook heel naar van gedroomd. Dus het was meer, ik vind het meer horror zelfs dan dystopie. Maar en las jij er een feministische boodschap toen in of helemaal niet? Ja, tuurlijk. Maar kijk, in die tijd, ik was toen 17, dus dan ben je net, zie je er net uit als een vrouw. En dan krijg je daar wel allemaal gedonder mee. Dus natuurlijk ben je dan meteen een feminist. Ja, dat is toch zo? Ja. Allemaal weer glazer. Dus. Ik vond het interessant in jouw verhaal dat je zei van eigenlijk, want Atwood heeft zelf gezegd van nou de realiteit heeft eigenlijk het dichter naar het boek toe gegroeid. Dat is daar naartoe gegroeid. Maar eigenlijk lijkt het een beetje uit jouw verhaal dat je zegt van ja, het is misschien actueler geworden, maar het is ook wel minder gelaagd geworden? Of ligt dat alleen aan de lezer die dat er niet meer inleest? Nou, het is heel verleidelijk om het wel echt te zien als een waarschuwing nu, met deze tijd en met Trump. Er is genoeg om je daar van bewust te doen zijn. En dit is de ultieme nachtmerrie. En dit zou zomaar kunnen gebeuren. Dit ligt nu volgens mij dichterbij dan in 1985. Ja. Dat is natuurlijk toch ook weer het ironisch van de loop van de geschiedenis. Ja, en waarom denken jullie dat? Want het is ook zeker een super jonge generatie die dat boek echt omarmt. En ik bedoel, je ziet, als het is echt een bus en een fanachtig. Wat maakt dat boek dan zo aantrekkelijk voor vooral die hele jonge nieuwe generatie? Want het op zich is best raar dat een boek dat zo oud is, van een vrouw die al uit een hele andere periode komt. Ik denk dat er ook iets. Er zit een doem in, maar er is ook een ruimte voor verzet. En ik denk dat dat heel aantrekkelijk is. Dus je verbeeldt eigenlijk het ergste van het ergste. En tegelijkertijd laat je zien dat er mensen, / vrouwen zijn,
die in verzet kunnen komen en die gewoon hun verstand bij elkaar houden. En die misschien uiteindelijk ook meer solidair met elkaar blijken te zijn dan ze in het begin zijn. Dus je eerst deel je de hele maatschappij op in vrouwen die elkaar naar het leven staan. En dan straks blijkt toch dat zij iets gemeen hebben wat hun sterker doet zijn. Dus het is ook weer heel hoopvol. Ja. Zag jij dat hoopvolle er ook in toen jij als 17-jarige dat boek omarmde? Nee, maar je ziet opeens verzet verwoord. En dat helpt heel erg op een leeftijd waarbij je denkt dat je chronisch gek bent. Maar dan blijkt je gewoon een vrouw te zijn. Dus dat is ontzettend hard onder de riem gebleken. Ik denk dat misschien ook een deel van de aantrekkingskracht tegenwoordig erin zit dat een van de dingen die dus ervoor zorgen dat het hele totalitaire regime in Gilead aan de macht komt, de vergrote onvruchtbaarheid van de samenleving, ja, dat zien we dus nu ook wel steeds sterker. In de jaren 80 was dat al zo. Het baseerde het ook op onderzoeken die uitwezen dat met de luchtvervuiling mensen steeds minder snel kinderen konden maken. Misschien dat ze daar ook een soort angst in zien. Ja. Dat kan. Ja. En ook als je kijkt... Het bestaan als mens ruimte innemen, als mens een etniciteit zijn en dergelijke, dat is ook echt onder druk komend. Dat is veel beladener, heb ik het idee, geworden. En de vraag of je je voortplant en wat je ermee doet. En ik denk dat daar ook een aantal rijkpunten in dat boek, zoals ik me herinner, dan zitten, wat kunnen voeden en weer stof kunnen bieden tot verder nadenken. Ja. Nou, ik heb me ook wel af zitten vragen van wat het is dat juist feministische schrijfsters zich zo aangetrokken voelen door dit genre van de dystopie of de utopie. Een genre waar ik zelf persoonlijk eigenlijk, ik vind het lastig om te lezen. Ik denk waarom? Dat het mij, ja, omdat het mij dan toch een beetje aan die fantasie ontbreekt of zo om er helemaal in te duiken. Maar ik vind het wel interessant om te zien dat Atwood en Doris Lessing en ook Ursula Le Guin, weet je, die hebben dat allemaal helemaal binnenstebuiten gekeerd. En toen dacht ik ook, ik heb dat wel eens een keer gelezen van Ursula Le Guin, dat ze zei van, dit is de enige mogelijkheid waarop ik vrouwelijke personages tot hun recht kan laten komen. In een maatschappij die niet bestaat, maar die ik me kan voorstellen, waarin vrouwen wel. Weet je, bij wijze van spreken een variant op wat Joke Smit schreef, er is een land waar vrouwen willen wonen. Ja. En dat land, dat kunnen feministen dan, dat zou inspirerend kunnen zijn dat feministen dat land ons kunnen voortoveren, zoiets. Ja. En het is eigenlijk al best wel ook, ja, volgens mij in de 19e. Ja, jij weet volgens mij, jij bent meer een liefhebber van het genre dan ik. Ja, maar het was vroeger ook, iets van oude feministes ook, dat ze ook... Je hebt toch ook zelfs in de middeleeuwen al verhalen waarin de vrouwen het opeens voor het zeggen hebben. Verhalen die overigens zijn opgetekend door monniken. Oh, dus ja, daar kunnen we dat ook tons van denken wat daar nou eigenlijk achter zit. Ik denk ook, kijk, weet je, dat zegt Edward ook in interviews, hè, een dystopie is tegelijkertijd een moreel oordeel. En ik denk dat wat jij net zegt, dat zie je ook in haar centrumwerk, wanneer ze een onheilspellende toekomst voor de mensheid schetst, zit daar ook meteen een enorme morele ambiguïteit in. Ja. En zij is niet zozeer feminist in haar schrijf, denk ik, als wel, wat zegt ze ook, de interview humanist. Mm-hmm. Dus laat ook zien wat de uitglijders zijn die we kunnen maken. En ik denk dat het daarom niet per se dystopieën zijn. Nee. Maar volgens mij is ze zelf een keer gezegd dat ze zegt van in elke dystopie zit een utopie en in elke utopie een dystopie. Dus ze laat volgens mij ook gewoon zien hoe snel een wereld kan veranderen. Ja, want die Gilead voor de man is natuurlijk een hoorafeest. Ja, dat nou, voor sommige mannen. Een beetje toxic masculinity, maar ja, welke samenleving heb je dat niet tegenwoordig? Ja. En want dit boek wordt er nu enorm uitgehaald en nou, daar is ze echt bekend om. Ja. Hoe representatief is dat eigenlijk voor de rest van haar werk? Want ze heeft echt alle, nou ja, volgens mij wel 40 romans geschreven. Ja, dit. Het is dus een. Als je de roman leest, is die ambiguur dan de serie. Maar toch, het is wel een duidelijke roman. Ze heeft ook wel op bepaalde manier iets moeilijker boeken geschreven. Er zit altijd wel een soort fantasy aspect ook aan. De Robber Bride, waar ik het net over had. Het gaat eigenlijk over een soort fictieve vijandin voor vrouwen. Mm-hmm. Iemand die alle mannen wegsteelt uit een vriendinnengroep. Het gaat heel erg over jaloezie. En het is een hele malicieuze type zet ze neer. Dat is dus veel meer een psychologische roman. En ze heeft een aantal van dat soort psychologische romans. Mijn lievelingsroman van haar is Cat's Eye. Het gaat helemaal over meisjesvriendschap. En over de wraak ook weer van een kunstenares op haar vroegere kwelgeesten. Waanzinnig boek. En want ze schrijft over dit boek dat ze zegt van, mensen noemen het heel vaak science fiction, maar ik noem het niet science fiction, want ik heb niks verzonnen. En alle elementen die in het boek voorkomen, die hebben ooit plaatsgevonden. Ja. Is dat in al die andere romans, heeft ze dat ook zo, weten jullie dat? Of ze dat zo gedaan heeft? Of heeft ze ook echt science fiction geschreven met
Nou, je hebt de Matt Adam trilogie. Dat gaat over een onheilspellende toekomst, waarin door gentechnologie de boel helemaal mis aan het gaan is. Ja, dat zou je toch wel meer aan science fiction kunnen scharen. Maar ik denk, kijk, zij verzet zich heel erg om ingekaderd te worden. Hè? Zowel als feminist als iemand die een specifiek literair genre beoefent. En ik denk dat zij is eigenlijk, ik moet bij haar altijd denken aan de Noorse god Loki. Dat was een beetje de pestkop, de nar van het hele stel. Als het net goed ging in die godenwereld daar, ging hij weer lopen etteren. En hij veranderde ook telkens van vorm. Dat was weer een slang, dan weer een slijptal, noem maar op. En hij ontkwam daardoor telkens aan gepakt te worden. Ja, op het laatst ging het wel mis, maar daar hebben we het nu even niet over. En ik denk dat zij dat ook doet in haar werk. Net wanneer mensen denken, oh, nu begrijpen we wat je gaat doen. We kunnen nu gaan extrapoleren wat je volgende streek gaat zijn. Besluit ze om een graphic novel te maken. Mm-hmm. Dat je denkt over een man die half uil is en half kat. Dat je denkt, wat is er mis met jou? Mm-hmm. En ik denk dat daar ook een soort meerwaarde in zit. Want als je op een gegeven moment een schrijver helemaal inkadert, dan ga je het nieuwe werk lezen met een voorafstaande verwachting die ook de leeservaring beperkt. Ja. Ja. Ja, wat ze ook een paar keer heeft gedaan is klassieke verhalen opnieuw vertellen, ja, vanuit feministisch perspectief. Zoals het verhaal van Penelope. Mm-hmm. Ik bedoel, het is gewoon heel goed, knap dat ze dat doet. Het is niet helemaal mijn cup of tea. Oh, wat jammer. Ja. Of niet? Nou ja, je hebt al genoeg te lezen, ja, natuurlijk. Nee, vond jij dat mooi? Wat? Ja, weet je, ik ben wel een sucker voor hertellingen. Okay. Dus ik vond het wel mooi. Hmm. Maar tegelijkertijd zijn hertellingen ook ergens heel erg makkelijk, hè? Ja, het heeft iets van een info-oefening. Nou ja, dat klinkt wel heel oneerbiedig. Maar dat kan het zijn. Ja. Het kan grandioos misgaan. Je had die Jonesbeu, die had die Macbeth, had hij opnieuw verteld. Nou, dat was echt, je wilde meteen een ooghernia hebben. Na afloop verschrikkelijk. Ik heb nooit zo verlangd naar Wernicke afasie als na het lezen van dat boek. Echt super jammer. Hmm. Maar tegelijkertijd stelt zo'n hertelling je ook weer voor een aantal hele interessante punten. Mm-hmm. Want de spanningsboog weet je als lezer al. Je weet dus bij een hertelling van Hamlet wie de dood gaat. Je weet bij Penelope dat die minnaars haar niet gaan krijgen en dat opeens een man met een boog aankomt. En dan is het de truc, hoe hou je het dan boeiend? Ja. Maar Ed Wood is wel duidelijk, vind ik, een hele cerebrale schrijver. Echt iemand van de bouwwerken en de verzinsels. Het is moeilijk, en dat bevestigt ze ook in de interviews. Het is moeilijk om direct te weten van wat haar nu zelf beroert. Zij verzet zich ook tegen alle autobiografische verwijzingen. En ze zal nooit iets over haar persoonlijk leven vertellen. Dat vind ik ook heel stoer en tegelijkertijd ook wel weer frustrerend. Maar tegelijkertijd vind ik het wel grappig dat ze nu zich laat, nou ja, in ieder geval meedoet aan zo'n enorme promotie-event. Ja. Eigenlijk hoeft ze dat niet meer te doen natuurlijk. Nee, ik denk ook dat ze dat nu één keer doet. En dat ze dan zich straks weer terugtrekt in die waanzinnig grote studeerkamer die ze heeft. Ja. Heeft zij, want ze noemt het niet science fiction, maar er zijn wel enorm veel vrouwen die na haar, in navolging van haar, in ieder geval dystopische of feministische science fiction-achtige romans hebben geschreven. Heeft ze dat genre ook een beetje op de kaart gezet misschien? Nee. Nee, dat hebben we al talloos. Maar wel populairder gemaakt. Nee, dat het is nu weer heel populair. Het is nu weer heel populair, maar nee. Toen zij begon, ja, dacht, dan had je Frank Herbert al met June, je had The Hitchhiker's Guide en daarvoor Jules Verne en Maurits Wagenvoort met een paar hele sneuwe utopische romans over hoe Nederland er over 10 jaar uit zou zien. Nee, absoluut niet. Zou ze iemand als Lieke Marsman zich ook niet door haar laten inspireren? Nee, althans, nou ja, goh, niet qua science fiction. Ik denk degene waar we dan in het Nederlands taalgebied op uitkomen, Hanna Barefoots is. Maar zij heeft zich juist heel erg verzet tegen het categoriseren van haar werk onder de noemer science fiction. Dat zij met elke roman, eigenlijk net zoals Ed Wood, weer iets anders probeert te doen. Ze heeft eigenlijk maar één dystopische roman, alles wat er was geschreven. Mm-hmm. En een eentje After. Ja, dat liefdesdrankje. Ja, dat farmaceutische ongelukje. Ja. Ja. Maar in de Nederlandse literatuur is het nog niet zo heel populair. Dus of in ieder geval, het lijkt het niet enorm omarmd te zijn. Nou, niet qua navolging, maar ik weet wel van de schrijvers die ik ken dat ze wel allemaal vet zijn. Het gekke is, science fiction heeft ook een beetje een slechte bijklank. In Nederland toch? Zeker. Ja, toch Nederland meer dat het lectuur is. Heb je het zelf wel eens bedacht dat je dacht, ik ga dat schrijven? Ja, ik schrijf het stiekem ook naast. Dat zegt dat trouwens wel heel veel hoe we je tegen genre aankijken. Ik schrijf het stiekem in mijn vrije tijd. Mijn redactrice was vorig jaar een tijd lang heel sip. En om haar op te vrolijken heb ik de Noorse mythe herteld. Maar dan anno nu. En maar ik heb er nooit bij gedacht van, dit ga ik uitbrengen. Want? Weet ik niet. Ik weet niet hoe goed het was, hoor. Misschien was het wel heel slecht. Ja.
Margaret Atwood is er blijkbaar gewoon heel erg goed in. Ja. 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 Ik kan me nog, volgens mij, ik weet niet, ze zullen het nu wel verkopen, maar Atheneum verkocht heel lang ook geen science fiction bijvoorbeeld. Oh. Nee, het was echt gewoon een suspect genre. Ja, ja. Nou, interessant. Ja. Ellen die heeft een verhaal geschreven voor vanavond, waar ze iets meer op dat genre en op dat werk van Atwood ingaat. Daar gaan we naar luisteren. Ja. Dank je. Geef haar een applaus. Hallo allemaal. Margaret Atwood is als schrijver natuurlijk zo veelzijdig. We zeiden het al net als een Zwitser zakmes. Hè? Ik bedoel, ze draait voor geen enkel genre haar hand om. Van kinderboeken tot graphic novels, tot romans, tot poëzie. En ze behandelt daarin ook nog eens van alles en nog wat. Machtsmisbruik, wetenschap, klimaatverandering, seksisme, het opeten van je geliefde en de superheld die deels een kat is en deels een uil. Oh, deels een ui, dat zou ook lachen zijn trouwens. Een heel gelaagd personage. Het komt allemaal aan bod bij Margaret Atwood. Van hoe ze in de Mad Adam trilogie toont hoe techniek de mens corrumpeert. Van tot hoe ze in The Cat's Eye en The Blind Assassin toont hoe kut vrouwen onderling zijn. Hoe we allemaal stiekem bereid zijn om onze naasten te onderdrukken om er zelf lekker beter van te worden. Ja, wat kan je nog meer zeggen? Bij Atwood is de fantasie zo groot dat je eigenlijk wel zou verwachten dat ze elke ochtend bij het ontbijt een Amber Post stoelen leeg eet. En het is dan ook geen wonder dat ze een van de gedoodverfde twee kanshebbers is, want dit jaar worden er twee benoemd om een Nobelprijs van literatuur toegekend te krijgen op 10 oktober volgende maand. Haar werk is een legenda van mogelijkheden van onze tijd en het laat ons als lezers ons constant de vraag stellen hoe gevaarlijk we zelf zijn en tot welke vormen van geweld en immorele trucjes we in staat zijn om onszelf te behouden. De afgelopen jaren is haar werk natuurlijk nog bekender geworden door The Handmaid's Tale. En weet je, ik heb hier nu een hele alinea waarin allemaal dingen staan die jullie net al gehoord hebben, dus die sla ik even over. Atwood's werk, kortom, raakt een snaar. Het verplaatst zich via papier, beeldscherm, opera, toneel naar de hoofden en harten van miljoenen mensen en zet daar het denken in beweging. En dat succes is in de eerste plaats, en daar ga ik in de komende 10 minuten iets nader op in, te danken aan haar technisch vernuft als schrijver. Namelijk hoe ze haar personages introduceert en geloofwaardig maakt. Hoe ze die verhalen opbouwt, de prachtige rake beelden waarmee ze haar alinea's laudeert en zo geloofwaardige werelden het leven inblaast. Het zijn werkelijkheden waarin we ons vaak direct herkennen. Ik praat voor het gemak in wijvorm. Ze doen allemaal even alsof we alles van Atwood hebben gelezen. En jullie allemaal, ja, Ellie, je hebt vet gelijk, top, bedankt. En werelden waartoe we ons binnen enkele pagina's gaan verhouden. Ik ga wat voorlezen. Het begin van The Handmaid's Tale. En voor alle orde, ik ga het Nederlandse fragment voorlezen. Vertaald, heel mooi vertaald door Gerrit de Blauw. Als ik het in het Engels zou doen, ga ik een beetje stotteren. En dat willen we allemaal voorkomen. Wat is er in deze openingsscène van een roman aan de hand? Offred, Elizabeth Moss, voor degenen die alleen de serie hebben gekeken, ligt met een aantal andere verzamelde dienstmaagden in een oude gymzaal. Ze zitten op dat moment nog in een soort training, hè, wat je ook in de serie hebt gezien. En ze kan om onduidelijke redenen de slaap niet vatten. Vervolgens laat ze de ruimte op zich inwerken. En dat beschrijft Atwood als volgt. Ik meende dat ik, vaag als een nabeeld op het netvlies, nog de doordringende geur van zweet kon ruiken. Doortrokken van het zoete bederf van kauwgum en parfum van de toekijkende meisjes, in filterrokjes, zoals ik wist van de foto's, later in minirok, nog later in broek, toen met één oorbel en piekerig groen gestreept haar. En er werden hier waarschijnlijk ook dansavonden gehouden. De muziek was hier nog aanwezig. Een palimpsest van niet gehoord geluid, stijl op stijl op stijl, op een onderstroom aan drums, een wanhopige jammerklacht, papieren bloemenslingers, kartonnen duiveltjes, een ronddraaiende spiegelbol die een sneeuw van licht over de dansende uitstrooide. Zie allereerst hoe Atwood in deze openingsscène inzet op de herkenbaarheid hier. Je leest het en je bent eigenlijk zelf ook meteen weer terug in je jeugd.
op schoolavonden, op die momenten in je leven dat je nog toekeek, althans dat je toe moest kijken wanneer de puberteit zich nog niet had ingezet in jou en je tot de rol van een toeschouwer was veroordeeld. Het roept in mij in ieder geval al die herinneringen aan die kansloze middelbare schoolavonden op. Ik kwam pas op mijn 15 in de puberteit, dus ik heb er ruimschoots ervaring mee. En kijk nou eens hoe knap ze dit verbeeldt door beelden tegenover elkaar te zetten en zo onder spanning te zetten als die papieren bloemslingers en die kartonnen duiveltjes. Dat begint te knetteren en vervolgens laat ze Offred het volgende denken. Er was seks uit een ver verleden in die zaal. En een eenzaamheid. En een hoop op iets zonder vorm of naam. Ja, ik herinner me die hunkering naar iets wat altijd op het punt stond te gebeuren en wat nooit hetzelfde was als de handen die daar daadwerkelijk op ons lagen, op onze lendenen, daar of buiten op het parkeerterrein, of in de televisiekamer met het geluid zachter gedraaid en geen ander licht dan het flakkeren van de beelden over rijzend vlees. We verlangden hevig naar de toekomst. Hoe kwamen we toch aan dat talent voor onverzadigbaarheid? Begeerte omringde ons en zij omringde ons nog steeds, nu, een nagedachte, wanneer we probeerden te slapen in de veldbedden die in rijen waren geplaatst, met genoeg ruimte ertussen, zodat we niet met elkaar konden praten. Door herkenbaarheid allereerst, het oproepen van de tienerjaren, kust Edward door haar precieze formuleringen de fysieke herinnering in de lezer wakker. Haar werk is daarvan doortrokken, het lijfelijke, het seksuele, het tastbare en alle vormen van onderdrukking die daar ook door worden gefaciliteerd. En hoe treffend is het in het fragment dat ik net voorlas, wanneer ze Offred laat denken dat de hunkering naar iets totaal anders is dan de bevrediging van het verlangen dat aan die hunkering vooraf ging. Ik bedoel, iedereen hier die zich nog zijn eerste tongzoen voor de geest kan halen, weet precies waar Edward hier op doelt. Dat onze voorstelling van iets vaak een mooiere en in het geval van een tongzoen een stuk drogere versie van de werkelijkheid betreft. In de loop van enkele alinea's maakt Edward de universele ervaring van het verlangen beladen. Want het is uitgerekend het verlangen naar seks, het verlangen naar toekomst, wat in The Handmaid's Tale enorm onder druk komt te staan. De dienstmaagden zijn immers niet meer de baas over zowel hun leven als hun lichaam als hun seksualiteit. En in deze scène wordt het lijfelijke voorgesteld als een theeparel van de allerfijnste blaadjes die zich langzaam ontvouwt, maar te lang in het water blijft, waardoor de sfeer overslaat van aanvankelijk zoet naar uiteindelijk enorm bitter. En de kracht van Edward's speculatieve fictie, we hadden het al over, ze zou het niet helemaal eens zijn met die naam, maar ze wilde niet komen vanavond, dus wij kunnen zeggen wat we willen. De kracht van haar speculatieve fictie zit hem in de eerste plaats, in haar vermogen om die levensechtheid te schetsen, die herkenbaarheid en vervolgens een twist te geven. Ze begint met wat we kennen en gebruikt ons dat om ons vervolgens een hele vervelende en vreemde wereld in te lokken. En niet alleen The Handmaid's Tale, maar ook talloze andere romans van Edward opereren op dit snijvlak van het herkenbare en de wereld die ons wacht. Een wereld die misschien denkbaar is op basis van de huidige technologische, sociale, economische, morele, politieke, amorele, amoreuze ontwikkelingen. En dat we haar verhalen willen geloven, want dat is trouwens ook nog knap. Hè? Ik weet niet wie er wel een science fiction verhaal heeft gelezen waarbij je denkt na twee pagina's van ja, dat geloof ik echt niet. Ik heb het niet zo snel bij Margaret Atwood gehad. Die trek je naar binnen, weet je wel. Ik bedoel, je wilt meteen geloven. Heb ik althans, maar misschien ben ik heel goed gelovig. Door haar verhalen, doordat we haar verhalen, althans ik geloven, komt niet alleen doordat zij een kei is in het inzoomen in het herkenbare. Ik bedoel, wie goed wil liggen, blijft immers dicht bij de waarheid. En wat is literatuur nu anders dan één grote stralende leugen? Maar ook omdat Edward een verbazingwekkend vermogen heeft om te extrapoleren. Om te zien welke toekomsten er op basis van dit specifieke heden mogelijk zijn. En dat laatste komt niet doordat ze een uitzonderlijk prozaïst is, maar vooral een groot dichter. De kwaliteit en de rijkwijde van haar romans bestaan bij gratie van je het ondenkbare voor te kunnen stellen. En wat is poëzie nu anders dan het vieren van het grote wat als? Want wat als je voor het zolderraam opeens stierlijk zit te vervelen en je dan opeens twee hondjes was? Wat als, om het met Slauwerhof te zeggen, je opeens alleen in je gedichten kan wonen? En wat als het mogelijk is, zoals in de poëzie van Vassalis, om je tegelijkertijd bedroefd en goed te voelen? En wat als, zoals in Vondels gedicht Kinderlijk, een overleden kindje meteen tegen je begint te praten?
Juist de oneindige mogelijkheden van het leven die in de poëzie centraal staan, zet Atwood, die ooit begon als dichter, in alle andere genres die ze beoefent, ruimschoots in. En ik denk daarom wel eens dat haar enorme verbeeldingskracht voortkomt uit het feit dat zij in de eerste plaats een poëet is. En natuurlijk is het een klein beetje verkapte zelffelicitatie, maar kom op mensen, het is woensdag, we moeten nog een halve week tot het weekend, dan mag je jezelf weer even een schouderklopje geven. Atwood is een geweldige schrijver. Ze begon haar carrière dus als dichter. Ik ben nu zo aan het zelf feliciteren dat ik even de draad van mijn betoog kwijt ben. Momentje. Lal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 a. In haar vroegste poëzie komen we al de spanningsvelden tegen. Het is verschillende onderwerpen die ze later in haar romans ook zal uitwerken. Zoals die tussen mannen en vrouwen, tussen vrouwen onderling. Maar soms ook in de enorme afstand tussen waarneming en werkelijkheid. En de mogelijke wereld die de werkelijkheid waarin we nu vertoeven mogelijk zijn gemaakt. Speculatieve fictie bestaat, ik zei het al eerder, bij gratie van het extrapoleren. En het kan zij als geen ander. En natuurlijk is zij niet de allereerste, hadden we het net over, niet de allereerste schrijver of dichter die zich in haar werk buigt over de toekomst. Over wat er kan gebeuren, maar ook welke talloze opties er mogelijk zijn op basis van de menselijke aard. We hebben auteurs als Houellebecq, Beck, Mary Shelley, Aldous Huxley, die de toenmalige en hedendaagse wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen gebruikte om romans te maken, waarin er wordt ingegaan op alle vreugde, maar vooral alle ellende die zulke ontwikkelingen met zich mee kunnen bereiken. Maar wat Atwood van hen onderscheidt, als ik zo vrij mag zijn, is de enorme onderwerpsdiversiteit van dit wat als. En wat natuurlijk ook helpt, is dat we ook nog eens in een tijd leven waarin de speculatieve fictie, waaronder we binnen de gangbare literatuurwetenschap voor het gemak ook science fiction, horror, mythologie en fantasy rekenen, een echte vogelvlucht heeft genomen. En ik denk dat het een tweede verklaring is voor de populariteit en de effectiviteit van haar werk. Want kijk alleen al naar de talloze titels die de afgelopen jaren een hoogvlucht hebben genomen binnen het young adult genre. Neem de Hunger Games, de Divergent Games. Neem voor volwassenen de populaire hertellingen van de Griekse oudheid door Stephen Fry of de Noorse mythologie door Neil Gaiman. Neem de populariteit van een serie als Black Mirror. Er is momenteel, heb ik het idee, een steeds grotere vraag naar verhalen die niet direct over onze wereld gaan, maar over mogelijke werelden. En toch is Atwood zelfs daarbinnen een hoogvlieger. Het zit hem in die techniek, maar er zit ook nog iets anders in. Zij heeft namelijk, ze scheert in haar werk net langs de mogelijkheden heen. Het is net niet die toekomst zo grotesk dat je het niet meer voor kan stellen. Het is net niet zo ernstig, dan stopt ze wel weer een kutgrap tussendoor, dat je meteen in huilen uitbarst. En zo blijft er standaard een soort ongerustheid die aan je schuurt, die tegen je snijdt, waardoor je denkt van het zou misschien toch wel echt eens kunnen. En dat werkt, want we leven anno 2019 in enorm onzekere tijden. Natuurlijk, dat deden we in de steentijd ook, maar nu zijn we elkaar extra aan het ophitsen. En bij mij weten zijn er meer mensen dan in de steentijd, dus zijn we extra zielig. De mens heeft natuurlijk altijd in onzekere tijden geleefd, maar nog nooit is er zoveel informatie over de toekomst mogelijk geweest, althans informatie die je voorstellingsvermogen kan verzieken over wat er allemaal mis kan gaan. En daarin is natuurlijk de verbeeldingskracht van de mens onbegrensd. Iedereen die kinderen heeft hier weet wat ik bedoel. Maar we worden nu door de enorme toename van data in onze samenleving dagelijks overweldigd door de ene griezelige voorspelling naar de andere. En dat daarin echt de ware populariteit van haar werk nu ligt. Door je een mogelijke dystopie voor te stellen, word je er minder bang voor. Want het biedt een afscheidpunt. Wie weet wat hij vreest, kan zich namelijk ook gaan wapenen tegen de angst. Al is het niet met daden, dan wel met gedachten. En dat maakt de angst behapbaar. En er is ook nog eens een tweede vrolijke component aan een dystopie. Want wanneer je hem leest, kan je denken, ah, zo ver is bij mij nog lang niet, hè? Joepie de poepie. En tenslotte zit er ook nog een zwaar taboe doorbrekend element in de dystopie. Door erover te lezen, kunnen we erover spreken. En daarom biedt Atwood ons beelden, werelden om onze angsten om de taal te kunnen vatten en kracht bij te kunnen zetten. In het verzet tegen Trump en de wereldwijde protesten tegen abortus hebben we al gezien dat er gebruik wordt gemaakt van het symbolenapparaat dat niet alleen in de roman, maar ook in de tv-bewerking van The Handmaid's Tale wordt gebruikt. En het werk van Margaret Atwood, om daar bij slot op te komen, draait dus niet alleen echt om een toekomst en ook niet om feminisme, maar het draait om humanisme en wat er gebeurt met macht als we die misbruiken. In de allerbreedste zin des woords, als het gaat om het misbruik van technologische, religieuze of zelfs feministische macht.
door ons voor te stellen wat er kan gebeuren en dat doet ze, daarmee helpt ze ons met haar werk, kunnen we sommige dingen misschien zelfs voort zijn. En daarin is ze eigenlijk van een onschatbare waarde. Zij helpt ons om een denkbare en dus nieuwe leefbare wereld mogelijk te maken. En niet alleen in het echt, door de mensen slijpsteen te bieden om de eigen plannen voor de toekomst aan te toetsen, maar ook in die enorme enge wereld tussen onze oren, die we elke dag weer de baas moeten zijn. En dat, lieve luisteraars, is al genoeg reden om haar volgende maand een Nobelprijs te geven. Dankjewel. Dankjewel. Ik zag net twee mensen binnenkomen, die komen van DWDD en dat zijn namelijk de vertalers van het boek. En die wilde ik, als ze dat goed vinden, heel even naar voren halen. Jadien Steeman en Lidwien Biekman. Sorry. Ik pak even een microfoon. Want ik heb begrepen dat ze al 4 dagen een tour aan het doen zijn ongeveer met dit boek op de radio en op de televisie. Blijf wel even staan, dat is okay. Goed. Hebben jullie dat wel eens vaker meegemaakt? Zo'n bus rond een boek? Deze tour en zo. Nee, deze promotie niet. Ik heb de meisjes van Emma Klein ooit vertaald. En dat was ook een gigantische happening. Die kwam ook overal op tv. Maar dit is zo geanceneerd. Nee, dit is Harry Potter-achtige proporties heeft het. Ja. En wat hebben jullie net bij DWDD gedaan? Wij hebben Connie Palme ondersteund vanaf de zijlijn. Want die moest over het boek daar vertellen. Ja, die was uitgenodigd om over het boek te vertellen. En gisteren hebben we met haar daar ook even over gehad, na de voorstelling in Tuschinski. Mm-hmm. En wij zijn eigenlijk daarom meegegaan. Ja. En hoe vonden jullie het in Tuschinski gisteren? En want ik wilde dus daar naartoe, maar het was dus uitverkocht. Want ik was een beetje naïef dat nog kon. Heel veel plaatsen nog open, hoor. Dus je had er rustig bij gekund. Ja. Maar wat vonden jullie van het event? Ja, heeft ze nog een mooie uitspraak gedaan? Of iets ze doet alleen maar mooie uitspraken. Ze gaat daar zitten en ze doet de ene mooie gedachte, volgt ze tot. Ja, ik vind het. Ze is een profeet tegen wil en dank. Maar hoe ze daar zit en hoe ze praat, ik vind het. Ik vind het zelf een profeet bijna. Ja. Denk je dat ze daar stiekem ook een beetje van geniet? Of niet? Ja, ze genoot er erg van. Ik vind haar ook de tante Lydia uit het boek. Zij ze heeft dat filijnen. Daar heeft ze wel iets van. Ja. Nee, ja, dat is zij gewoon. Ook hoe ze zichzelf beschrijft, of hoe ze tante Lydia beschrijft in het boek, dat is zij gewoon. Ja, een soort alter ego, En, want het is een erg mooie voorstelling met ook een paar actrices die wat stukken voorlazen uit de Testaments. En dat was heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja. En ik las in de kranten allemaal dingen dat vertalers en recensenten en uitgeverijen enorme geheimhoudingsclausules moesten tekenen voordat ze het manuscript in handen kregen. Hebben jullie dat ook moeten doen? De uitgever heeft wel allerlei contracten moeten ondertekenen, maar die vertrouwde ons natuurlijk zo dat wij dat niet hoefden. Maar het is wel, de PDF is opgestuurd met apart een wachtwoord, ge-sms'd. En werd ons wel op het hart gedrukt dat wij. En dat is dat normaal of is het ook? Nee. Ja. Nee, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ja. Maar ook niet met Arundhati Roy, weet je wel. Toen was er ook wel. Maar dat is een politieke schrijfster, dus daar moesten we ook. Mochten we niet over de inhoud praten met. Is het moeilijk om te vertalen dit werk? Nou, ik heb het ook bij het Oog van Morgen al gezegd. Ed Wood kan je bijna 1-op-1 vertalen. Ze heeft zo'n glasheldere stijl. Het is heel poëtisch, wat Ellen Dekwits net ook zei. Ze is ook dichteres. Maar ze heeft iets in haar stijl, in haar gedachtenvorming, dat heel fijn te vertalen is. Ik zal niet zeggen dat het makkelijk is, maar het is fijn. Ook, het is ook zo, als een boek. Het is gewoon een geweldige schrijfster, hè? Maar als een boek goed geschreven is, dan vertaalt het ook makkelijker dan wanneer het niet goed geschreven is. Dus jullie hoefden niet heel veel met haar te overleggen over een vertaling? Nee. Of gebeurt dat sowieso niet? Jawel, dat gebeurt wel eens. Ik heb haar wel eens een paar keer gemaild, maar in dit boek niet. Maar ja, het is een genot om haar te vertalen. Ja. En zij heeft natuurlijk ook wel woordgrappen en dat soort dingen in dit boek niet zo heel erg. Waardoor dat heel leuk is. En ik zit soms echt heel erg te lachen achter mijn computer. Het is een geweldige schrijfster om te vertalen. En was het de eerste boek van haar dat jullie vertaalden? Of is het al vaker? Nee, ik heb Alias Grace gedaan, Robert Bright en Penelope. Samen hebben we als laatste Het Hart gedaan. Ja, en ik heb. Dit is mijn 6e boek. Ik heb in 2009 het tweede deel van de trilogie, de Mad Adam-trilogie, vertaald.
En sindsdien al haar werk eigenlijk. En één keer samen met Jardine. Nu ja, twee keer. Ja, dus ja. Onze tweede Edmund. Samen. Okay. Ja. En zonder, want de mensen gaan het, hebben dat boek gekocht of die hebben hem op een nachtkastje liggen. Zonder een spoiler weg te geven, wat vinden jullie van het boek? Ik vind dat... Sorry. Doen we jou zo. Nee, maar zullen we... ik ook. Okay. Nou, namens jullie twee dan. Zullen we in koor? Een heel goed spannend boek. Vooral in het Nederlands natuurlijk. Nee, maar het is... ik vind het een fantastisch boek. Het is... ik vind zelf... de naam Aunt Lydia is natuurlijk al gevallen. Ik vind dat hij meer psychologische diepgang krijgt. Ook omdat je... Het gaat meer over wat er vooraf is gegaan aan de gebeurtenissen in The Handmaid's Tale. Dus je ziet gewoon hoe het zover is gekomen. En dat vind ik heel interessant. Dat geeft haar meer perspectief, meer kleur. Ja. Nog aanvulling? Nou, nee, ze vroeg ook, komt er nog een derde deel? Maar dat denk ik niet. Ik vind dit ook een heel mooi afgerond geheel. Ja. En ik hoop eigenlijk dat Edward nog eens een heel persoonlijk boek gaat schrijven. Ik geloof dat Marja net zei, ze zal niet met een memoir komen. Daar hoop ik erg om, want ik heb ook Cat's Eye gelezen. Vind ik haar persoonlijk haar mooiste werk. Ja, las volgens mij dat ze alleen nog poëzie ging schrijven, want dat was kort en dat was poëzie. Ja. Nou, ik hoop eigenlijk nog op een heel mooi persoonlijk boek. Ja. Dus niet een dystopie, maar een persoonlijk... Okay. Moeten jullie nog verder op tour, of was dit het? Gelukkig is het nu afgelopen. Okay. Ik wil gewoon weer aan het werk eigenlijk. Nou. Ja. Dankjewel. We gaan het allemaal lezen, dus we gaan de vertaling lezen. Ja. Ja, dankjewel. Okay. Het is duidelijk dat Edward enorm populair is. En zeker onder hele jonge schrijvers en schrijvers in spe. Dus daarom dachten we gaan als Bali toch even kijken of we die mensen kunnen vinden. Dus we hebben een experiment gedaan en we hebben een schrijfwedstrijd uitgeschreven. En voor de zomer hebben we toen dit programma online hebben gezet gevraagd van... zijn er mensen in de zaal, of ja, zijn er mensen die geïnspireerd op Edward een kort verhaal zouden willen inleveren? Dat hebben allemaal mensen gedaan. Ene nog science fiction-achtig en nog dystopischer dan de ander. Er kunnen heel veel gruwelijke televisieseries van gemaakt worden, denk ik. We hebben één verhaal uitgekozen wat we het spannendst vonden en een originele plot en waar we van ook heel benieuwd waren wat je zou doen als je dat verhaal zou uitbreiden. Want eigenlijk was het bijna een vrij onmogelijke opdracht, want het moest een kort verhaal zijn van max 1000 woorden geïnspireerd op Edward. Nou, dat is nogal een opgave. Maar ik heb één iemand uitgenodigd die haar verhaal komt voorlezen. Die zit daar in het hoekje. Dat is Vee van Kerkvoorde. Geef haar een applaus. Haar verhaal vonden we het leukst, die komt ze voorlezen. Had je meteen een idee van, ja, dit ga ik schrijven? Of, Het heeft enkele dagen geduurd en het was eigenlijk een soort van idee dat ik al langer had van hoe zou de mensheid eruit gezien hebben, moest het zo zijn. Ik ga even een beetje zo staan, want anders brandt de microfoon. Maar dan zonder de technologische kant. Maar nu klinkt het heel vaag. Dan moet je het gewoon gaan lezen. Geef een hartelijk applaus, Vee van Kerkvoorde. Dank je wel. Oh, ja. Zo. Bijna. Hij ziet mijn ogen wegdraaien van genot en trekt zich razendsnel terug. Onthecht en vol schaamte staat hij op en sluit de deur van de badkamer. Het stromend water probeert het geluid van zijn geruk te verdoezelen. Zuchtend draai ik op mijn zij en sta naar zijn nachtkastje. Omringd door een gouden kader staat een huwelijksfoto waarop we tijdkloos glunderen. Onze ondeugende ogen weerspiegelen hoe ongeremd en extatisch onze vrijpartijen waren. Tegenwoordig lijkt ons seksleven meer op een repetitief rollenspel. Steeds hetzelfde scenario dat start met een blik op de kalender en een berekening op de vingers van mijn rechterhand. Als ik lauw glimlach als antwoord op kan het, dringt hij binnen. Vooral heel voorzichtig zijn, denk ik voortdurend. Samen klaarkomen is een verheerlijkte mythe uit een ver verleden. 12 jaar geleden werd een veelbelovende technologie om gendergelijkheid te stimuleren ontwikkeld. Het voorspelde een wedergeboorte van de seksuele revolutie die het vrouw zijn definitief uit haar ketens van onbehagen zou bevrijden. Seksueel plezier zou vrouwen niet langer ontzegd worden tijdens de voortplanting. Deze utopische uitvinding werd toegejuicht. Zelf christelijke fundamentalisten reageerden verrassend ontvankelijk. Gelukkige moeders zijn goede moeders, redeneerden ze. Te vergeefs
feministen het stof van hun kartonnen borden met de voorspelbare baas en eigen buik-slogan. De berichtgeving over hun vurige betoogden doofde vlug uit. Zoals de rest van de wereld verheugde ik mij op het vooruitzicht dat vrouwen eindelijk hun seksualiteit in eigen handen zouden krijgen. En zo overtuigden witte mannen in nog wittere labojassen om een spiraaltje van zink in iedere baarmoederhals te planten. Dit zou ervoor zorgen dat een vrouwelijk orgasme, net als bij mannen, noodzakelijk is om zwanger te worden. Zo goed als elke vruchtbare vrouw stemde toe en bijna alle ouders gaven toestemming om hun dochters te laten opereren. Geleidelijk werd het plaatsen van het spiraaltje toegevoegd aan de routine van het meten en wegen van pasgeboren meisjes. In mijn jeugdige herinnering was de ingreep helemaal niet zo pijnlijk. Ik verlangde zo krampachtig naar de ultieme emancipatie dat dit mijn bewustzijn verdoofde. Zink werd voorheen voorgeschreven als voedingssupplement om de menstruele cyclus te beschermen. Maar niemand had echter voorspeld dat een overdaad hieraan desastreuze gevolgen zou hebben. Na enkele jaren bereikte het aantal ongewenste zwangerschappen een onheilspellend hoogtepunt. Elk anticonceptiemiddel werkt sindsdien niet meer. Ook mijn cyclus is volledig en onherroepelijk ontregeld. Tegenwoordig springt een eicel enkel, maar ook bij elk orgasme. Telkens wipt ze hoopvol weg, vastbesloten een zaadcel te vinden om zich mee te nestelen. De vrouwelijke vruchtbaarheid is krachtiger, maar ook gevaarlijker dan ooit. En gezien het felbegeerde sperma 5 dagen kan overleven in een warme vagina, start elk voorspel met een hoofdrekensom. Bij de beslissing om de volgende dagen niet te mogen klaarkomen, onderdruk ik mijn verboden lusten. Dan overstemt een sluimerende bevangenheid elke streling of kus. Het is als wakker worden vooraleer de wekker rinkelt. Ik verplicht mijn waakzame lichaam om terug te slapen en wacht tot de nacht voorbij is. Pas als de klok voldoende is doorgedraaid, kan ik opgelucht ademhalen, verlost van dit vleeselijke korset. Het spiraaltje werd voorgesteld als een luxueus cadeau. Een aangename verrassing zonder aanwijsbare gelegenheid of reden. Na het losknippen van de weelderige strik en het scheuren van het frivole papier kwam een sneeuwbol vol witte vlokken tevoorschijn. Nadat het enkele jaren op mijn kast stond te pronken en de sneeuw langzaamaan naar de bodem dwarrelde, herkende ik pas de bevroren kooi, omringd door gevoelloos glas. Frustratie, angst en onbegrip zinken in een publieke stilte. Als ik klaag, word ik uitgescholden voor ondankbaar wicht of veeleisende hoer. Ik voel me bedrogen in de belofte van bevrijding. Deze zogenaamde vooruitgang werpt ons terug naar een tijdperk waar vrouwen slaafs hun natuurlijke lot ondergaan. Ik zit opgesloten in een dichtgenaaide mantel die ondraaglijk rond mijn lichaam hangt. Mijn clitoris voelt als een schijnheilige verrader. De ultieme bevrediging is een eenmalig ritje geworden voor vrouwen met een prangende kinderwens. Een duur ticket waar vooral anderen de prijs voor betalen. Een te hoge tol die sommige vriendinnen ontwijken met een celibatair leven of met een futloos libido als bewaker van hun eisprong. Anderen negeren hun heteroseksuele voorkeur en laten zich verleiden door hun onstuimige begeertes. Lesbische gemeenschappen zwellen lustig aan en verlossen vrouwen van hun gemanipuleerde eigenzinnige baarmoeder. Terwijl hun eicellen kreunend zelfmoord plegen, bloeien ze terug open. Het moederschap wordt bekroond terwijl het aantal ongeplande kinderen stijgt. De groeiende overbevolking verplettert onze samenleving. Abortusklinieken worden door de staat afgebouwd. Tegelijkertijd barsten illegale vrouwencentra ondergronds uit hun voegen. De clandestine operaties om het spiraaltje te verwijderen zijn risicovol en bieden geen vrijelijke garantie. Fluisterende stemmen insinueren dat het spiraal zo ontworpen is dat het hardnekkig blijft klemmen in de baarmoederwand. Geheimzinnige groeperingen leggen verdachte samenzweringstheorieën bloot. Ze spreken over een onzichtbare tiran die de morele orde voorgoed verstoort. Maar wie bevalt deze verandering eigenlijk? Wiens droom is dit? De realiteit is eerder een nachtmerrie die vrouwen opsluit in een grenzeloos onbevredigd verlangen. Ook mannen, echtgenoten en minnaars zie ik hopeloos toekijken. Mijn wederhelft tast in het duister en durft me nauwelijks te beminnen. Hij draait de kraan dicht en slentert de badkamer uit. Zonder woorden spreidt hij het deken over mijn gekruiste benen en zoent vluchtig mijn voorhoofd. Stilzwijgend vraag ik me af waarom we het blijven doen. Misschien zijn we op zoek naar een bewijs van onze ware liefde. Het romantisch ideaal van een suikerzoete vereniging blijft overeind. Penetratie is een oerinstinct dat man en vrouw tot elkaar aantrekt.
als tegenpolen in een wens naar samensmelting. Als paar blijven we hunkeren naar de ultieme eenwording. Maar mijn lichaam is voorgoed op slot en hij heeft de sleutel niet. Het heeft geen zin me op te winden. We willen geen kinderen meer. Het is de toekomst die me zorgen baart. Mijn mollige vulva blijft onverzadigd wachten tot de tijd verstrijkt. Ik hoor de klok tikken en tel af in deze neerwaartse spiraal. 5, 4, 3, 2, 1. Dank je wel. Het is een plot waar je een hele roman van kan schrijven. Dus ik ben heel benieuwd of die er ooit nog gaat komen. Dank je wel voor je inzending en fijn dat je het wilde komen voordragen. Toen ik nog nadacht over Nederlandse schrijvers waar ik een link zag met het werk van Atwood, toen dacht ik na een tijdje aan schrijver Hanna van Wieringen. En ik vroeg haar voor de zomer of ze misschien een tekst of een verhaal wilde komen voordragen, geïnspireerd op Atwood. En toen liet ze me weten dat ze eigenlijk net een toneeltekst had geschreven die zij heel passend vond. En daar wil ik graag de avond mee afsluiten. Het is een scène uit de nieuwe voorstelling All Over, Acts of Love. Hij gaat in première op 26 oktober in de Meervaart onder regie van Marcus Azzini. En vanavond wordt in de zaal de scène voorgedragen door de acteurs Janneke Remmers en Joy de Lima. We gaan luisteren naar All Over, Acts of Love. Goedenavond. Goedenavond. Wij lezen voor u dus deel 3 van een 5-delig toneelstuk. Een paar dingen die handig zijn om te weten over het geheel. Dat wij elkaar in deel 1 voor het eerst hebben ontmoet in een koffiebar. En dat dat nog geen uur geleden was. Dat jij lief was en veel te enthousiast. En ik eerst stug, want ik zat gewoon te lezen en jij ging door met... Ja, nou ja, gewoon eigenlijk wel toch mij versieren. En dat je toen zei dat je... Vandaag mijn oudste vriendin George hebt begraven. George schreef science fiction. Dat jij veel eerlijker was dan je normaal ooit bent tegen vreemden. Dat ik gestopt ben met de liefde. Dat ik... Nou ja, dat ik gewoon even... Dat ik niet wist waar de deur was. Of er een deur was. Of ik weg kon uit mijn vorige relatie omdat ik de deur niet zag. Wij willen vreemden blijven, dus we weten elkaars namen niet. Maar we hebben wel superheldennamen. Ja, voor elkaar. Legioen en Barbapapa. In deel 2 nam jij mij mee naar het Rijks om naar een schilderij van Averkamp te kijken. En dat we ook niet weten hoe of wat deze ontmoeting moet betekenen. Maar dat we gewoon wilden weten hoe het verder zou gaan. Dat we buiten stonden, net bij het Rijks, en gewoon maar zijn gaan lopen... Dat we biertjes hebben gehaald, ergens onderweg. En nu hier terecht zijn gekomen. Op een bankje bij de gracht. Maar even, hè? Waarom beginnen we dan niet gewoon een heel nieuwe wereld? Deze is op. Elon Musk, alles naar Mars? Nee, niet op die manier iets nieuws. Maar wel nieuw, maar met oud. Een nieuwe, oude wereld. Met alles wat er is, gewoon. Een oude, nieuwe wereld. Waarom niet? Ja, waarom niet? Wat zeggen we dan? Praktische bezwaren? De werkelijkheid is weer barstig? Of technologie heeft ons in deze mes gebracht en hij gaat ons er ook weer uithalen? Right. Geef mij die biertjes. Lieve onbekende, die ik niet ken... Nou, oké, even zien. Dus dit lijkt me dan de uitgelezen plek voor een nieuwe wereld, toch? Dit is er toch geknipt voor? Lijkt er wel voor gemaakt? Ja, misschien wel. Mag ik je uitnodigen? Ja. Om erin plaats te nemen? Hier? Ja, of ik denk ja. Beter doe je eerst je ogen dicht. Ze zijn dicht. Ik praat je er doorheen. Man, het is best wel eng. Legioen, komt er nog wat van? Ja, wacht. Nieuwe wereld, oké. Okay. Jongen, dit is nou opeens heel belangrijk. Ik vind je zo leuk. Als ze de hamkaas hebben, dan komen we wel een heel eind, hoor. Oké, okay, ja.
Die zijn er gewoon. Sowieso. Ja, want ik kan slecht tegen eindes, dus er was geen eindtijd of zo. Mm-hmm. Geen grote ramp die maakte dat we eindelijk alles anders gingen doen. Dit is hoe alles doorgaat, door kan gaan. Met hamkaas erin. Hoe alles doorgaat met hamkaas erin. Mag ik al kijken? Nou, weet je, hou eigenlijk maar dicht. Hou maar dicht. Ja, dat is wel beter. Oké, ik zeg het jou wat je ziet. Dit is met recht een oefening in vertrouwen. Als iemand mij vanochtend had gezegd dat ik vanavond met een vreemde op een bankje zou zitten met mijn ogen dicht omwille van een nieuwe, oude wereld, dan... Hè? Overal waar je kijkt, naakte mannen en vrouwen. Hè? Rijzig en pezig en lenig en sappig. Niet. Jawel. Echt? Ja, wel echt. Ik ook over hamkaas. Sorry. Te snel, hè? Te snel. Oké, maar ook even wachten. Eerst nog beginnen nog met andere dingen. Even opnieuw. Even nog een keer. Als je je ogen open doet, is het eerste wat je ziet de kleuren. Alles hier magenta en okergeel en algegroen. Ja, dat valt echt op hoor. Het vibreert er zo wat van. En dat komt omdat over de stenen van deze wereld groeien de meest veelkleurige korstmossen. Korstmossen? Er zijn meer dan 624 soorten korstmossen. Oké, wauw, dat wist ik niet. Nu weet je het. En? Waarom korstmossen? De korstmossen zijn samenlevingsvormen. Het zijn schimmels en algen die in een verband leven. Het is een symbiotische uitwisseling. Ik heb een keer een plantencursus gedaan bij de Hortus. Hallo, zit hier een echo op? Korstmossen zijn de shit. Ja, sorry, maar het is... Ik hou van planten. Ik kom uit een klein dorp. Wist jij dat 80% van alles dat leeft plant is? Ik heb een keer een vriend geholpen, maar ik vertel nu wel alles door elkaar. Maar die maakte een bloemenklok. Dan maak je zo een hele cirkel in de aarde met vakken en met allemaal verschillende bloemen erin. En aan welke bloemen open en dicht waren, kan je dan zien hoe laat het is en welk seizoen. Ja. Hé. Hey. Ja? Misschien is het minder erg. Wat? Dat je het nooit helemaal goed kan vertellen. Wat? Nou, van wat je zei over de dood van George. Dat de woorden je er verder vandaan brengen. Wat je zei over de woorden die vaak een verdwijntruc zijn van de ervaring. Ja? Nou, misschien geeft dat niet. Niet zeggen dat het om proberen gaat, hè? Nee, dat wou ik niet zeggen. Maar ik wil zeggen dat je ook veel overbrengt zonder dat je weet dat je het overbrengt. Je lichaam is erbij, de klank van je stem, je geur, hoe het ligt. Nou, wat ik bedoel te zeggen, denk ik, dat je kunt vertrouwen op de verstaander, op de oren van de verstaander. Het ergste dat er kan gebeuren, is dat ze je niet verstaat. Je wilde iets troosten. Jou. Ik bedoelde dat je zelf contact verliest met je ervaring. Dat je er vanaf raakt door je verhalen erover die je maakt. Dat kwelt. Zo. Mm-hmm. Dat je bang bent dat je het niet bij kunt houden. Bij je kunt houden, sorry. Dat je bang bent dat je het niet bij je kunt houden. Maar je hoeft niet bang te zijn dat je niet bang zijn. Dus, ik doe mijn ogen open in een nieuwe wereld. Hallo. Veelkleurige korstmossen. Hallo, alles dat doorgaat. Ja, even zien. Oké. Dus, alles is geladen met dat nieuwe oude. Met oker, met algegroen, magenta. Dat is geweldig, toch? Helemaal als je van die lichte avondluchten hebt, zoals nu. Niet dan? Jawel. Alles wat je ziet is overgroeid. Planten overal waar je kijkt. Want we hebben planten terug uitgenodigd in onze strijd, samenleving met de zon en het water. Oh, is het de toekomst?
Is dit na 4 graden opwarming? Dit is alle tijden door elkaar. Dit is alles wat mogelijk is. Maar wat dus niet veel mensen weten over planten, is dat ze, ja, het is zo, is dat ze een enorm bewustzijn hebben. Waar dieren en mensen overwegend centraal worden aangestuurd, is de plant slim over het hele lichaam. Wist jij dat er planten zijn die andere planten kunnen imiteren? Wauw, nee, dat wist ik niet. Nu weet je het. Mimetische planten. Ik probeer er niet triomfantelijk bij te kijken. Lukt. Roggen bijvoorbeeld. De schaam gaan imiteren. Dus zo van, als jij ergens heel goed in bent, dan ga ik dat ook doen. Jij bent goed hierin. Ja, dat is ook een beetje mijn werk. Werelden? Ja. Heb je deze al... Bestond deze wereld al? Nee, maar nu wel. Waarom werelden, legioen? Ik maak onder andere maquettes, Barbapapa. Echt? Met van die boompjes met mos erop en dan van die kleine mensjes? Maquettes, dat zijn, ja, dat is, vind ik heel ontroerend. Ik heb een keer een jongen in een koffiebar ontmoet en die had een maquette bij zich voor een martelwerktuig. Oh. Oh, oké, je bedoelt niet schattig maken? Ja. Oké, pardon. Oké, dus de gekleurde wereld, mm-hmm. Ja? Ja. Ja. En we leven hier met dieren en planten en objecten en machines. Allemaal op dezelfde hoogte, met elkaar verweven. Net zoals die kosmossen. Niet hiërarchisch. Het mensbeeld is geen mensbeeld. Of althans, we zeggen dat woord niet. Want we zijn gelijke onderdelen van elkaars voortbestaan. Mm-hmm. Afhankelijk van elkaar. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ga door. Dit is wel de grootste reis die ik ooit gemaakt heb met iemand die ik maar 1 minuut ken. Insgelijks. We zeggen hier ook niet meer mensen of dieren, maar we noemen alles critters. Ook planten en robots. En waarom niet objecten? Critters? Oké. Objecten ook. Ovenschalen, critters. Ja hoor. Een soort creatures, maar dan ook elektrisch of zo. Dat heb ik niet bedacht. Dat heb ik echt niet bedacht, want dat was George Ding. Die was fan van critters. Dan zei ze zo, weet ik veel, sunshine critters of alle critters onder de zon. Wie schenkt er nog wat in? Proost. Proost. en dan ging ze weer verder met stenen op volgorde leggen. Want ze hield heel erg van steen. Ik vraag de stenen binnen, zei ze dan. Ik hoop dat ze mij ook een keer binnen vragen. Ze was tegen het antropoceen. Dat was geen woord. Misschien proefde ze de verholen trots in. Of juist te veel zelfhaat. Mensen zijn niet schuldig aan de stelselmatige uitbuiting van de aarde. Het zijn hun ideeën. Kapitaloceen. Zo zou het moeten heten. Ze was nurks ook. Oh ja, joh. En voor een science fiction schrijver had ze heel weinig met de toekomst. Nu is nu en nu is alles wat we hebben. En dan tikken ze een glaasje van die smerige mandarijnenlikeur weg. Want dat vond ze heerlijk. We kunnen naar haar huis gaan. Nu? Nou, of straks. Dan laat ik je haar stenen zien. Oké. Dat klinkt oneerbaar. Oh, en dan vergeet ik nog bijna, en dat is onwijs belangrijk. We hanteren hier een cyclisch economisch model, systeem, ding. Niet. Wel. Het af- en toenemen vormt de basis. Met de seizoenen mee. Af en toe? Ja, in plaats van eeuwig. Oké, dat klinkt echt leefbaar, allemaal. Af en toe, dat klinkt haalbaar. Aanvullingen op het leven als korstmossen? Een ogenblik. Ik haal paprika chips uit mijn tas. Ze hadden geen hamkaas. Oh, ik heb even de raarste gedachte. Het is net alsof wij bedacht zijn door George. Alsof dit een van George's korte verhalen is. Ik zou jou niet kunnen bedenken, weet je dat? Je bent ongelooflijk... Wel niet zeggen, hoor. En daar? Waar? Daar. Die woonboten? Ja. Die daar, wat zijn dat? Ah,
Dat is een drijvende eenheid helemaal door waterplanten bij elkaar gehouden. De bouw is gebaseerd op de bladnerven van waterlelies. En wat doen de critters daar? Ze gaan er naartoe om te leren hoe je een deur kan vinden. Dat is handig om te weten. En wat zijn dat allemaal? Bomen. Allemaal? Ja, dat is het woud der betekenissen. Het woud van betekenissen? Mm-hmm. Jezus, ik voel me echt een 15-jarige padvinder. Ik moet nog veel leren. Sexy. Ja, de critters gaan er naartoe om conflicten op te lossen. Er zijn hier enorme bossen. Er is ook een overlegorgaan loofwoud. Er wordt veel gepraat over loofwoud? Nee, met. Ah, natuurlijk. Want we hebben de taal van de bomen al lang ontcijferd. We begrijpen niet hoe we dat ooit niet hebben kunnen weten. En mede daardoor weten we nu het zichtbare en het onzichtbare praten tegen ja, ons. Ja, ook de stenen spreken. Die hebben ons binnengevraagd. En het water hier in de gracht ruist van de informatie. En de vogels in de lucht. En het licht uit de straatlantaarns. En de huid van een langs glippende kat. Een maairobotje. Hout. Zeewier. Water. Weet je wat jij echt heel goed kan? Ik maak best een goede Melandse aan. Hè? Nee, ik ga zeggen wat je heel goed kan. Oh. Luisteren. Mijn vrienden zeggen altijd dat ik superveel praat. Nog één vraag. Nou, eentje dan. Hoe hebben de wezens hier kennis van elkaar? Kennis? Ja, dat zei mijn oma altijd. Seks is dat. Seks is dat. Goed dat je het vraagt. Ja, of ik weet niet. Het leek me toch wel goed om het een beetje goed... Nee, belangrijk. Ja. De critters van deze wereld aanbidden onder andere de octopus als een van hun seksgoden, ja. Haar mythe gaat als volgt. Om elkaar te bevredigen veranderen ze hier gedurende enkele ogenblikken in een octopus. Dat is goed nieuws. Of althans, kan iedereen dat? Het is als zwemmen. Je leert het en daarna verleer je het niet meer. 8 tentakels met overal zuignappen die elkaar simultaan penetreren en likken en in en over elkaar heen kunnen glijden. God ja. Octopussen zijn net als planten ook lichaamsslim. Bijvoorbeeld hun tentakels. Hun tentakels weten, zoals wanneer je danst, je lichaam overal weet. Je hoofd denkt zichzelf niet langer de baas, maar weet, ik ben net als armen en benen, ik zit vast aan een romp en tegelijk ben ik ook een holte. Ja, zoals oksels, navels, kontjes. Nee, maar een beetje zoals het internet. Nee, dat is ook niet top-down georganiseerd. Dat is een vertakt wortelstelsel, toch? Praatjesmaker. Eindelijk zoenen ze echt. Net in maar de denk je dat de kosmos? Ja. Ik vanmiddag bij die begrafenis wat je zei. Wat zou George nu verzinnen? Als we personages waren in een verhaal van haar, waar gingen we dan nu heen? Ah, goeie. Misschien dat we dan iets met de tijd zouden kunnen. Dat we verleden, heden en toekomst tegelijk zouden kunnen ervaren. Hoe moet dat echt? Of ja, zo? Of ja, nee. Nou, het zou kunnen, toch? Personages bedoel ik. Ik voel me altijd opgebouwd uit allemaal andere mensen. Echt of niet echt. Mijn ouders. Mijn voorouders, Neo uit The Matrix, Ronja, de roversdochter. Batman niet vergeten. Prince, Don Juan natuurlijk. Oh, wat? Of, nou ja. Als George ons bedacht heeft, dan hebben we geen plan, denk ik. Wij staan open. Voor? Wat dan ook. Haar personages, het zijn geen helden. Ze leven.
Ze zoeken. Ze willen goed leven in de wereld. Dat lukt en ook helemaal niet. Ze kijken anders, dat wel. Ja, ja, wat doen ze? Hm. Noedels? Is dat wat? Een kom noedels is geen heldendaad, toch? Noedels geen heldendaad. Jij hebt Kung Fu Panda zeker nooit gezien. Nou, zullen we richting Zeedijk dan? Yes, please. Ik ben meer die Quiet Tiger Lady, hoor. Dan? Dan Kung Fu Panda. Die is zo nonchalant. Zij is echt een killer. Dankjewel, Joy de Lima en Jan Primmers. We moeten allemaal dat boek gaan lezen of kopen. Of voor degenen die de serie alleen hebben gezien, ook echt een keer dat echt originele boek gaan lezen. Dus we gaan de avond bijna afsluiten en hopelijk ook een drankje drinken aan de bar. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog één keer het woord geven aan Eva van Manen. Die afsluit met twee nummers. Geef een hartelijk applaus. Dankjewel. Het glas waaruit ze door en een stijger waar zij vanaf sprong. Herinnert je dat ze vroeg, ben je bang dat je nee zei en naar haar toe zong. En die eerste zoen, haar benen onder water. Jongens die later vragen, hey, mag ik meedoen? Dat blijft niet. Zelfs dat blijft niet. Spoelt het weer aan.
was een nieuw liedje, dat wilde ik graag voor jullie spelen, omdat ja, er is zoveel geweld. Het is soms zo moeilijk om daar zacht in te blijven en om ja, dat organische, wat heel net ook heel mooi in deze scène zat, ja, wel te blijven voelen. Het volgende liedje heet Omdat we verder gaan. Heel even dit doen. Auto's rijden door de nacht voorbij, ik wacht op iets. Ik heb het opgeschreven, maar weer doorgekrast. Last van de last, ik wacht op iets. Jij kijkt me aan en zegt dat ik wel de woorden heb. Als ik zeg dat nu ik steeds beter weet wat mijn mening is, ik steeds meer in de stilte wegglijd. Je hebt gelijk, richting overkomt je niet. Je kiest ervoor welke zet, welke deur je open doet. Naar elke keuze leef je door. Alle stroom binnen oevers die je zelf bouwt. Kijk ik in de spiegel, zie ik klasse, kleur, een voorkeur. Maar vannacht toonde ik alles in negatief. Hup, hup, wisseltruc. Hoe zou het zijn geweest als alles andersom was gelopen? Wie zou er dan in de PC hoofd kopen? Waren de grenzen, waren ze open? Had een ander in de scheepvaart voorop gelopen, hoe was het hier dan gelopen? Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan, omdat we verder gaan van nu af aan. Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan, omdat we verder gaan van nu af aan. Maar het zijn niet die dromen die mij verwarren. Zijn juist de speeches van overdag die niets anders brengen dan verwarring en angst. Ze zeggen minder, minder kan je niet normaal. Doe ga je maar weer terug naar je eigen land. Stop de pers, stop de tijd. Elke stap vooruit blijkt er twee achteruit te zijn. Was het niet dit, nooit meer oorlog of wat zegt men ook alweer? Wij herdenken monumenten, met name je bent niet een nummer. Geloof nog, je woonplaats onschuldig en toch het gebeurde, wij keurden het af. Wel pas achteraf toen het te laat was en toch is dat weten ons gegeven. Herinner je je afkeer van toen je nog klein was? Je op reis naar Berlijn was, jij Anne Frank las en dacht, maar zij heeft toch niets gedaan. Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan, omdat we verder gaan van nu af aan. Ik zing dit voor jou. Van nu af aan. Ik kom uit een land van achter de bergen waar het vrij spelen was. Waar roken echt het ergste was wat we konden doen toen in de zesde klas. Ik wilde ook zo'n jas als dat meisje, weet je nog mam, naar een nieuwe school. Waar ik wel vrienden had, ik wilde op de ander lijken. Ik wilde jazzmuzikant of Maria uit de West Side Story zijn. I like to be in America. Everything's free in America. We renden als bezetenen heen en weer verkleed als die vrouwen. Die vrouwen die wilden ik zijn. Zonder iets te weten van hun verhaal of angst of pijn. Of dat ik me nu zou schamen en ze muren zouden bouwen. En ik toevallig hier aan de goede kant. Maar laat me je voortaan herkennen. Want ik ben wie ik ben en ik ken je niet. Maar ik geloof in een land tussen oud land en nieuw land. Waar wij op weg zijn. Van nu af aan, van nu af aan, van nu af aan. Ik zing dit voor jou. Omdat we verder gaan. Omdat we verder gaan. Van nu af aan. Ik zing dit voor jou. Van nu af aan zing ik dit voor jou. Zing ik dit voor jou. Omdat we verder gaan. Omdat we verder gaan. Zing ik dit voor jou. Omdat we verder gaan. Zing ik dit voor. Zing ik dit voor. Ja.
Dank jullie wel. Dankjewel iedereen die meedeed en graag tot de volgende keer en ik hoop jullie aan de bar te zien. Dankjewel.